Yeah. Jongens, het video. Mijn naam is Wesley van FIFABO 1999. Tegen mij vandaag weer een nieuwe spelerscream. Want vandaag starten we de aflevering met de wedstrijd. Met het nederlands elftal tegen Roemenië. Ja, wat in mijn ogen een makkelijke wedstrijd lijkt. Maar goed, je weet het maar nooit in het voetbal. WK qualificatiewedstrijd. We kijken wat het wordt. Nederland tegen Roemenië in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Gaan we kijken wat het wordt, dus tegen Roemenië. We zijn aan begonnen. Eerste bal is ook voor het Nederlands Zelftal. Kunnen wij de bal voorgeven? Dat doen we goed richting Steven Bergwijn. het is gelijk ook de 1-0 voor het Nederlands Zelftal. En het is Steven Bergwijn die het doelpunt tot zijn naam krijgt: 1-0 Oranje. En Bergwijn met het doelpunt. En wij met een goede assist. Nederland komt zo vroeg op voorsprong in deze wedstrijd. Bobo. -bo 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 ja, geen idee hoe je het uitspreekt. ga gewoon door. Roemeni de Roemeense naam is wat, las wat lastig. Agui. Oké, okay, sommigen dan niet. Marien. Dan ga je die natuurlijk naar de druk zetten. Wil de bal weer snel terug? Ja, ik voor het eerst deze wedstrijd. dat de Roemenië het bal zet hebben en ook gevaarlijk is voor hun, uh, voor, ja, voor hun doen dan. Dreigend richting een doel van het Nederlands zelf dan. De, deze bal is uh, redelijk verdedigd. Fokker, hier krijgen wij de bal terug. We lopen de spelers mee? De Jong loopt mee. Daar nou gaat de bal niet naartoe. We gaan de bal op de flanken spelen richting Kelvin Stengs. Nu uh, de flanker dan nog voor slinger Kelvin Stengs, wij vragen om de bal, we krijgen hem niet. En dan gaat Stengs zelf en dat is de redding van de doelman. Opvang hier door uh, Nederland zelf nog steeds. Goede paas geven, ja op ons. Nou, dan kunnen wij. Nee, dan raken de we bal net niet lekker. Dus is de bal dus weer voor Roemenië. Marien. Marien. En de bal hier voor uh, Dumfries, van de Beek. En dan hier, uh, ik kan niet zo goed zien welke namen dat zijn. Er staan natuurlijk geen naam onderin. Maar ik kan wel een beetje gokken wie het zijn. Dit is bijvoorbeeld uh, de bal voor Nederland nu met uh, kans voor ons. Maar de, uh, de onderschepping van Roemenië zorgt ervoor dat er geen 2-0 komt dus voor het Nederlands elftal. En wij proberen toch steeds met de druk die we hebben de bal snel weer terug te krijgen. Dat lukt alleen niet. Nu weer wel, want dan hebben we hebben de bal weer terug. Nu dan weer een avond zoeken. Fokker. Fokker, nu dan kunnen, wij. kunnen we scoren? Kunnen we scoren? Nee, we zoeken wel. Hier vinden we ook en dan is het ook 2-0. Jazeker. Onze tweede goede assist zorgt ervoor dat het dus 2-0 is voor het Nederlands elftal. Het is Teun Koopmijners die Oranje op de 2-0 voorsprong zet. Hier zien we het. De goede paas van ons Fokker en uh, perfect afgemaakt door Teun Koopmijners. Ondertussen minuut 40 dan steeds de 2-0 voorsprong voor het Nederlands elftal. De eerste zelf is op, zo bijna afgelopen is het bij 2-0. Nederland op Rozen. Gaat met goed vertrouwen naar de tweede helft toe. Hierna spelen we nog twee wedstrijden met Inter. Nee, drie. Waarvan we eentje gaan simuleren. En Bob is het hier voor het Nederlands zelf. Hier krijgen wij de bal goed mee. Dan moeten wij hem gewoon afmaken voor ons doel voor de 3-0. Lukt het dan ook, zo vlak voor de Rust. We geven hem nog af. Dat kan ook. Kelvin Stenks en dan is het wel 3-0. En in de extra tijd van deze eerste helft is het Kelvin Stengs met 3-0. En de beslissing lijkt het toch al. Voor rust voor oranje. Kelvin Stengs, 3-0 voor het Nederlands zelf al. Kijken hoe Nederland uit de kleedkamer gaat komen bij de tweede helft, of het dan nog uh, mooier gaat worden voor het Nederlands zelf. Dat is een vraag natuurlijk. Ik zou zeggen van wel, Nederland speelt goed deze eerste helft. En hopen op ook nog een betere tweede helft. We gaan zien wat het wordt. Die tweede helft tegen Roemenië. We zijn begonnen aan die tweede helft. Roemenië het balbezit heeft we hebben heel veel spelers van het Nederland zelf al achterin staan. Dus het is de vraag hoe lang Roemenië het balbezit behoudt. Tot nu toe wel redelijk lang. Kan de Nederlandse elftal de bal onderscheppen? Ja, dat lukt. Calvin Stenks. En nu de counter opgezet. We geven de paas goed mee. Koopmeiners Koopmeinders. er komt er een kans voor het Nederlandse elftal. Teun Koopmeinders gaat op de flanken. Stenks is naar achteren gedrongen. Hier komt de kans. Koopmeinders. Wij kunnen ook scoren. Of we willen scoren. Maar het is de redding van de doelman. En het is de hoekschop voor het Nederlandse elftal. Misselijk bij Oranje. Frenkie de Jong naar de kant. Bij het Nederlands elftal zijn vervanger is Veerman. De hoekschop hier voor het Nederlands elftal. De bal komt niet redelijk voor. Weggehaald. Tot nog voor het Nederlands elftal. Hier Fokker. Dan heeft de bal hier. Nou, dan komt er nog een schietkans. Wij krijgen de bal weer terug. En dan raken we de bal kwijt. Toch weer niet. Toch weer wel. Bal hier voor Roemenië. 55 Vijf, e minuut. 3-0 nog steeds de voorsprong voor het Nederlands elftal. En Roemenië die nou uh, weer op jacht gaat. Goed onderschept zegt door het Nederlands elftal. Sterk gedaan door uh, Veerman volgens mij. Nu kunnen wij eruit komen. Hier kunnen wij, hier kunnen wij dan wel een doelpunt maken voor de 4-0. En die maken we ook. Perfect ingedraaid. Drie assisten en één doelpunt zorgen ervoor dat het 4-0 is. En ons doelpunt dus ook nu een feit is. in deze tweede helft van deze wedstrijd. Voor het Nederlands Elftal. 58 e minuut, 4-0 Oranje. En wat een mooie wedstrijd is dan tot nu toe. Dit voor ons, zegt de WK-kwalificatie. Voor het WK. Wat er gaat aankomen voor het Nederlands Elftal. minuut 60 loopt en het is nog steeds de 4-0 voorsprong voor Oranje. Roemenië gewoon helemaal niet gezien eigenlijk deze wedstrijd. Nederland is de bovenliggende partij in deze wedstrijd, ook weer goed onderschept. Tot de bal nog steeds voor Roemenië. Moet Nederland zelf wel weer uit gaan kijken dat er geen uh, kans komt nu voor Roemenië. Zou de eerste zijn in de wedstrijd, maar toch komt de speler redelijk door. Staan veel verdedigers achterin, hoor, van Oranje. Zorgen ervoor dat ze deze te terug moeten spelen de Roemenen en de bal wordt ook al onderschept. Dus de bal weer voor het Nederlands zelf al. Nu kunnen wij de bal meegeven op Bergwijn. Maar dat komt het wel niet. Dat gaat hij naar de andere zijkant. Nu de aanval opzetten. Daar wij niet aan mededelen. De bal komt voor. Kans voor 5-0. En het is 5-0. 5-0 voor Oranje. En wie is die doelbe te maken voor het Nederlands zelfde? Voor deze 5-0? Het is Jorginho. Wijnaldum met die 5-0 voor het Nederlands zelfde. De laatste 20 minuten lopen ondertussen. maar dus al dit 5-0 voorsprong voor Oranje... Nederland gaat deze punten pakken. In de WK kwalificatie kunnen wij nog iets doen. We zijn nu rechter spits geworden. We krijgen de bal niet op Kelvin Stenks. De bal is dus nu weer voor Roemenië. Wel de bal weer terug voor Oranje. Zorg gedaan door de Roemeense Ro 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 spelers. Wel hier bij Fokker. Goede steekpas hier op uh, weer Wijnaldum. Hier volgens mij wel. En het is dus 6-0 voor het Nederlands zelfs. En weer volgens mij Jorginho Wijnaldum. Die hier Oranje op een 6... Nee, dat is niet Wijnaldum. Dat is Dumfries die hier de 6-0 maakt voor het Nederland zelftal met nog een kwartier op de klok 6-0 voor Oranje Nederland met ja gewoon een perfecte kwalificatie heeft gespeeld hierna dus de wedstrijd tegen Finland daar we dus niet opgesteld staan zoals eigenlijk elke ja bij elke kwalificatiewedstrijd speelden we maar eentje dus de andere tegen Finland zijn we zijn we er niet in dus hopen dat dat uh, een goede wedstrijd uh, gaat worden. En hier wordt het zelfs nog 7-0 in de laatste 10 minuten voor het Nederlands elftal. 7-0. En de invaller Veerman mocht dat doelpunt maken. Zo zit het dus wel echt erop voor het Nederlands elftal. Die een topwedstrijd heeft gespeeld. En nu de wedstrijd tegen Finland. Wacht natuurlijk voor Oranje. En wat hebben wij ook een perfecte wedstrijd gespeeld voor ons. Uh, voor ons spelers zijn natuurlijk. Laten we aan de bondscoach zien dat hij ons meer moet gaan uh, opstellen. Misschien wel zelfs weer wel meenemen naar de volgende kwalificatie. Maar goed, dat gaan we dan wel misschien ook in deze aflevering zien. Wie weet, wie weet, wie weet. Nou, officiële speeltijd nog vijf minuten te gaan. Iets meer, zes minuutjes. En het is nog steeds de zevende voorsprong voor Oranje. We rijden dus op Rozen in deze wedstrijd. In Roemenië dat nou nog uh, probeert een aanval te zoeken. Nog niet perfect natuurlijk. Dan zie je het eigenlijk voor Hagi. Wordt het nog uit. Oppasser geblazen. Coman. Hier bij uh, Boluta. Nog drie minuten officiële speeltijd. Hoeveel echte tijd komt erbij? Vraag je natuurlijk af. Ik hoop niet veel voor bij de elftal. Ik hoop gewoon dat de scheidsrechter voor Roemenië zijn er gewoon affluit. We gaan kijken wat de extra tijd wordt. En dus is um, één minuut. Maar extra tijd natuurlijk had ik ook al verwacht. Oeh, bijna nog een fout hier achterin. Oké, okay, bij een 7-0 voorsprong kan je dat permitteren. Maar goed, we hebben gewonnen met 7-0. De volgende is, is tegen Finland. Die gaan we simuleren. Nederland-Finland. Ja, we staan er niet in. Kijk wat het wordt. Malen op onze plek. En deze wedstrijd winnen we 4-3. Ook maar net. Maar goed, het Nederlands wint wel. Ze in de WK-kwalificatie, dus perfect eigenlijk. Dan gaan we dus nu door naar de competitie. We met Internationale tegen Bologna, volgens mij. Ik heb geen idee. Volgens mij wel, hè. Een beetje als sommige lastige namen bij Italië. Ja, Bologna, zeg ik het goed. Ja, inderdaad. Daarna tegen Sporting Portugal voor de Champions League. We gaan nu kijken wat het wordt tegen Bologna. Die ga ik gewoon lekker spelen. We gaan maar kijken hoe het gaat aflopen. Let's go! Ja, dan zijn we aan de westen begonnen tegen de Bologna in de competitie. En uh, hoop dat we de competitie ook uh, gewoon de goede vaart weer te zetten. Die geeft wij wel een goede paas gelijk. Oké, okay, komt er gelijk de grote kans voor Inter. Wat heet? Dakka. Dakka, die moet je die ruimte niet geven, want hij scoort. Het is al 1-0 binnen 5 minuten voor uh, Internationale. Het, het is weer Dakka die toch tot nu toe elke keer heel erg belangrijk is voor Inter. Goed, dat is ook uh, na 5 minuten ook de eerste kans geweest. Ondertussen zit er al een minuut 31. Heel lang stil geweest is dus tussen beide elftallen. Alleen dus die kans binnen 5 minuten al voor Inter. En nu lijken we eruit te komen. Nee, de bal is voor uh, Bologna. Want wij kunnen de bal daar niet uh, bereiken. Dat is al bijna weer afgelopen. Is je de bal onderschept? Ingooien is wel voor. Um... Oh, oh, oh. Voor Bologna. Ingo wordt genomen hier. Martinez. Martinez. Wij zetten te druk als spitszijde. We willen de bal zo maar ook terug. Dominiquez. Oppassen geblazen. Zou je zo kunnen zeggen. De bal wordt langzaam opgebouwd hier door Bologna. Iedere bal bij uh, Wiesman. Anders nu de Inter. Oké, okay, nu de countermogelijkheid. Ja, Dakka. De bal wordt een beetje rondgetikt om naar de ruimte te vinden. Goed, flanken. Wij gaan nu ook naar de flank toe. We komen daar langs de verdedigers. Oké, okay, voorslingeren die bal. Kunnen we die bal voorgeven? Gaan we zelf. We geven de bal voor op. Olmo. En het is inderdaad 2-0 voor Inter. En het is Olmo met zijn doelpunt. Zo vlak voor dus. 2-0 voor Internationale. In en het is Olmo met zijn doelpunt. Fantastisch mooi dat hij weer weet te scoren. En zo beginnen we dus, eindelijk dus deze eerste helft goed. Dan gaan we beginnen aan de tweede helft. Zeker nog, we zijn al begonnen aan de tweede helft. Kijken wat de tweede helft gaat worden voor uh, Inter. Bij dus al de 2-0 voorsprong door uh, ja, Dakka en Olmo. De is nu voor Inter. Bij Vragenontbouw We krijgen hem daar niet. Wordt weggehaald door de verdedigers. De uiteindelijk toch nog steeds voor Inter. We werken de pas weer heel veel. Dakka. Dakka, de gevaarlijke man. Kan de bal afgeven. Hakimi. En dan staat hij buiten het spel, Hakimi. Zorg dus dat die kans niet door. En dan worden wij dus al naar de kant gehaald. Zo zit we de wedstrijd erop. En dan hebben we dus uh, daar toch nog wel gewoon met uh, 2-0 gewonnen. En dan is het dus uh, nu de wedstrijd tegen Sporting Portugal voor in de Champions League. We gaan kijken of we tegen hun een goed resultaat kunnen gaan halen. Die staat laatste met 0 punten. Op zich zou dan ook kunnen gaan simuleren. Zal ik gewoon spelen of simuleren? Want simuleren staan we er alsnog in. Dus op zich maakt dat niet zoveel uit. We staan er sowieso in. Maar zal ik een speler simuleren? Ik ga hem um, verdenken. Ik ga hem uh, gewoon spelen. Ik ga hem gewoon spelen tegen Sporting. We zijn begonnen aan de wedstrijd. We gaan kijken wat dat gaat worden. Dat is al hier al in de vijfde minuut. En het is uh, nog steeds 0-0. Waar wij dus nu de aanval gaan zoeken. Maar een keertje naar vijf minuten. Dakka, bal terug op ons. Dan komen we er toch wel redelijk langs. Ja. Oké, okay, daar komt nu de kans op misschien. Nee, wordt verdedigd goed. Jammer genoeg. Is dus de bal dus nu weer voor Sporting. Alhoewel niet voor lang. De bal is alweer voor Inter. Nu komen wij er perfect langs. Ja, schieten. En dan de handen van uh, Maximiano. En het is dus nog steeds 0-0 tussen Sporting en Inter. En oeh, bijna onderschept dak is echt goed gedaan. Maar ja, jammer genoeg niet bereikt. Bijna nog steeds voor de Sporting Portugal. Trouwens, morgen ook de feyenoord queermode natuurlijk, met de hobby van PSI. En we gaan de volgende aflevering, morgen dus, gaan we ook de overtreding maken naar een nieuwe club met van PSI. Ik ga niet verklappen welke club het is, dan moeten jullie morgen gewoon naar de Mode kijken. Maar ook morgen natuurlijk de finale van de Champions League met Feyenoord tegen Bayern München. Ik zou zeggen, kijk zeker de video van morgen. Kijk zeker de video morgen. Ik kan nu nou de video van morgen nog niet kijken. Maar ik zou zeggen, kijk zeker. Hou mijn kanaal in de gaten voor de video van morgen. Met dus en de finale van de Champions League. En de bekendmaking van welke club we nu met, met Van Persie waar we nou naartoe gaan. Toen hebben we dit hebben we de stap gemaakt naar Spanje. Dus die valt af te stappen naar Spanje. We hebben natuurlijk ook al uh, met de Spears' moet hebben we ook al naar Engeland geweest. Um, dus ik ben een hele andere kant op gegaan in deze carrière met, met de volgende stap met Van Persie. Uh, jullie gaan morgen zien naar welke club dat is. In ieder geval is hij hier nog steeds 0-0. 22 minuten gespeeld. We krijgen de kaart denk ik, naar een overtekening die we eerder hadden gemaakt. En zo is dus uh, de doeltrap voor uh, Inter. Wij vragen om de bal. We koppen hem ook naar onze... Nee, niet naar onze medespeler. De bal is alweer voor uh, Sporting Portugal. Vietto. Vietto Fokker. Goede paas geven wij hier op de hak. Nou, dan uh, moet hij naar de voren gelopen worden. moet nog een keer de doebut vallen. Wij vragen om de paas. Perfecte steekpaas. Dan moet hij nou vallen voor de 1-0. En nu scoren we hem zeker. Half uur gespeeld 1-0 voor Inter. En wij mogen de doebut maken. 1-0 voor Inter. En wat een mooi het maken wij zeg dan. Hup in de hoek. En 1-0 dus. De eerste in deze wedstrijd. Eindelijk de eerste in deze wedstrijd. Met een half uur op de klok dus. Eindelijk de 1-0 voorsprong voor Inter. Tegen de nummer laatst in de Champions League Pool. Nul punten gehaald. Fokker. Zijn we zijn nu een beetje op stoom gekomen. Dakar, ja, we krijgen de bal weer terug. Nou, dan kunnen we voor onze tweede gaan. Ja, vlak na die 1-0 scoren we ook onze tweede. En dus 2-0 voor Inter. Mooie paas van Dakar. En weer maken we hem, nou, hem toch wel uh, mooi af. Dus het is dus al 2-0 voor Inter. Dus twee doelpunten zo snel achter elkaar. Voor de spits van Internationale Wesley Fokker. Bovendien is nu voor Sport in Portugal. Want uh, op jij gaan natuurlijk naar die aansluiting, Steffen. Na twee doelpunten snel achter elkaar. Willen natuurlijk nou uh, toch wel een beetje in de buurt blijven. Mata. De Pal. Mata. De Pal. Het is een beetje rondgetikt bij Sporting Portugal. Ik wil misschien uh, met een 2-0 achterstand de rust halen in plaats van meer. De Pal. En nu uitkijken op de kans. Want ze loeren wel naar hoor, op de rand van het straatschopgebied. Komt er dan de kans voor uh, Sporting. Een goede onderschepping zeg van de verdediging. Dus de bal is dus weer voor Inter. Nu weer de uitbraak voor Internationale. Kan de bal op de flanken meegegeven worden? Wij gaan vragen om, We geven de bal terug op Olmo. Olmo nu op Hakimi. Die kan de bal natuurlijk goed voorgeven. Dat weten we. Ook laag. En hier proberen we even onze hattrick te gaan. Maar de redding is van de doelman. De bal wordt nog binnengehouden. Dus het kan nog steeds gebeuren. Daka terug naar ons. En wij kunnen de bal toch nog bij. We komen er perfect lastig? En niet de redding van de doelman. We kwamen daar perfect langs. Maar jammer genoeg de redding van de doelman. Dus is die kans voorbij. Zo vlak voor ons was het heel erg spannend. Nog een keer de kans. Nee, komt niet voor de voet van Olmo net langs hem. Zo blijft het denk ik wel deze eerste helft 2-0 voor uh, Inter. Maar we hadden het al als heel vaak 3-0 kunnen gaan staan voor uh, Internationale. Hoeveel extra tijd? Geen extra tijd. Er zit de laatste kans in deze, deze eerste helft. Dan komt er een kans aan nu en dan raken we de bal niet. Wordt de bal weggehaald door de verdedigers van Sporting Portugal? En is inderdaad nu al de rust aangebroken. Gaan we kijken wat onze tweede helft gaat brengen in deze Champions league wedstrijd. Tegen de nummer laat. Twee doelpunten tussen achter elkaar. Zorgen voor de 2-0 van Inter. Zit ondertussen nu in minuut 55. Als wij de bal bezet hebben. en hier met de flanken de bal goed voorkomt. en dan is het ook al 3-0 in minuut 56. de 3-0 voorsprong voor Inter. Lopen we ook een hele tijd te spelen. waarom om volgens ons in te vallen? Ik weet niet of dat het nu gebeurt. Guedes die het uh, doelboot maakt. we mogen nog blijven staan. Isco is erin gekomen. In ieder geval is naar nee, Isco is eruit gegaan. Of ja, geen idee. In ieder geval is het dus uh, 3-0 nog steeds. Doelboot van Guedes. zorgt ervoor dat dus 3-0 nog steeds de stand is voor Inter. Jullie willen op de uitbraak wachten naar de 4-0. Dus tegen de nummer laat. Dus wat verwacht je? Is het buitenspel van Dhaka? Nee, maar de renning. Ja, wel buitenspel was ik de redding. Dus had het de kans niet doorgegaan. Dan worden wij naar de kant gehaald. Volgens zit de wedstrijd erop. En twee doebelen. De man van de wedstrijd zou je wel kunnen zeggen. En dan gaan we door naar de volgende wedstrijd tegen Sampdoria. En die wedstrijd ga ik simuleren, denk ik. Even kijken wat dat gaat worden. Die wedstrijd die winnen we met 1-0. Dat is mooi. En dan gaan we dus kijken wat de volgende wedstrijd gaat worden. Ik weet niet of dat voor de volgende aflevering is. Ik denk het wel. Even kijken. Het is dus de wedstrijd door simuleren. Nee, is een, uh, is een uh, traintje doen natuurlijk. En daarna gaan we de wedstrijd um, kijken wat het wordt. Simulatie, simulatie. 7 december 2024. Dat is de volgende wedstrijd. Ook die ga ik volgens mij simuleren. Want aan het volgende wedstrijd hebben we de wedstrijd tegen de Manchester City. Even kijken. Nee, die ga ik ook gewoon voor de aflevering klaar. Bedankt voor het kijken in deze video. Druk op het thumbs gedaan. En zeg de tijd zoals nu. Later!